Ik wil definitief samen met haar weg. Ik wil haar niet alleen laten gaan. Ik hoop dat er hierna niets meer ooit zal zijn. Afgelopen, uit, niets meer. Samen weg van dat rotleven. Ik heb het ondanks alle successen altijd een rotleven gevonden. Ik ben filosoof, ja. Wij eten het ook wel eens lekker. Hij was de grootste. Hij was eigenlijk... Je had de grote drie, maar hij was toch wel weer de grootste van de drie. Ik denk over de dingen na. Ik denk door, hè, zou ik maar zeggen. Toen vond je het flitsend en scherp en geestig en... Ja, alles. Briljant. Alles is zo relatief, denk ik wel eens. Hoe vind je dat? Hij had de techniek om een zaal en mensen te bespelen. En dat was ook eigenlijk wel in het gewone leven zo. Het was toch een tovenaar. Of is dat alles gedacht, Tom? Nee, dan moet je het zeggen. Dan ga ik wat anders denken. Dan kan mij helemaal niks schelen. En toen heb ik geroepen, meneer Kan, deze mooie oude hondenkop. Kunt u het Nederlands publiek niet onthouden? Maar alles is toch relatief als je dat doordenkt? Ik zou maar zeggen, noem wat, drie haren op je hoofd. Dat is weinig, niet? Maar in je soep. Die man had elke avond, als hij afkwam, drijfnat en onder de douche ging. Dit ging fout, dat ging fout. En heb ik het wel goed gedaan? Dat was die tekst. Hij twijfelde bij alles. Ja, u lacht, maar er zit 20 uur denktijd achter, hoor. 25 jaar ben ik met hem omgegaan, hebben we. En toch, hij was toch een legpuzzel. Waarvan je nooit alle stukjes in handen kreeg. Hier woonde die. De man die zelfs voor zijn eigen manager een puzzel bleef. Wim Kan, de vermaarde cabaretier, staat centraal in deze aflevering van Hoge Bomen. Hier in Kudelstaart, bij Aalsmeer, verrijst een villa. Op de plek waar ooit zijn huis stond. De spullen van Wim Kan zijn al lang verdeeld onder familieleden of verkocht. Maar veel van zijn persoonlijke eigendommen zijn terechtgekomen in één archief. Dat van het Theaterinstituut in Amsterdam. Ik vroeg een neef van Corrie Vonk, Andries Vonk, om met me mee te gaan, daar naartoe. Op zoek naar de puzzelstukjes van Wim Kan. Hele oude foto's. Ja. Ja. Kijk. Zij had kennelijk een voorkeur voor mannen met een bepaalde uitstraling. Die lijzige, wat we nu zeggen, nichterige types. Ja, stil maar, ik ga al. Nee, als ik er geen wind kan, ik er ook niks aan doen. Hé, kijk eens deze vrouw. Ja, dat is heel bijzonder, hè? Ja, dat is wel heel gek. Aan de ene kant zie ik het nou goed, oorbellen. Ja, maar wel een stropdas. Opmaak, maar wel een stropdas. Een soort padvindersbroek, blote knieën. En van die grote padvinderkousen. Weer dat spel tussen... Ze wil eruit zien als een jongen. Onbekende beelden van een hele jonge Wim Kan, met naast hem zijn vader, op dat moment minister van Binnenlandse Zaken. Een man met een grote belangstelling voor sport. Maar zijn zoon Wim gaat naar de toneelschool. Hij was eigenlijk een hele, ja, een beetje stijve hark. En een beetje een slungel. Hij kwam dus uit zo'n chique familie waar theater toch wel, nou ja, goed, het moest maar. Vader minister. De schaatsende minister. Het was een excentrieke man toch, voor die tijd in ieder geval. En hij zwom van maart tot oktober, november, maar hij zwom naakt. Dat was toch ook een beetje raar in die tijd. En één keer was hij daar, heel laat in het jaar, het was koud. En koningin Wilhelmina toen was ook toevallig heel vroeg in, op het strand. En zij herkende hem. En in plaats van... hij had eigenlijk snel eruit moeten gaan om goeiedag te zeggen. Maar dat kon hij niet, omdat hij was naakt. Dus zij had het in de gaten. En in plaats van één keer om bij neer zo te lopen, heeft ze 3 keer gedaan. En toen iedere keer was ze zo aan het zwaaien. En hij kon er niet uit. En hij heeft ontzettend koud gehad. Maar dat was, vond ik toch vind ik een mooi verhaal. Dan ga je aan het toneel en dan met, op een gegeven moment met een revue-ster aan de haal. Ik
Ik heb koop zaterdagavond. Nou, wat doen dan? Met twee meiden uit de tent zien stappen. En wat je ziet is dat hij dus heel voorzichtig eerst zeg maar in de schaduw van Corrie Vonk zijn talenten heeft kunnen ontplooien. En in het begin van hun carrière was Corrie de dominerende figuur. Als je het eerste affiche ziet van het ABC-cabaret, daar staat groot Corrie Vonk en nog een paar namen. En onderaan staat Wim Kan. Dus toen was Corrie de dominerende figuur. En dat zal hem ook aangetrokken hebben in Corrie. Die zekerheid, hij als twijfelmens, hè, heeft hem dat natuurlijk geweldig aangesproken. Ik bedoel, hij was natuurlijk de nette jongen uit Den Haag. En zij was een echte Amsterdamse. En ik denk dat haar durf en haar levendigheid, dat sprak hem natuurlijk geweldig aan. En haar spontaniteit. En zij zag in hem natuurlijk de keurige jongen. En ik denk dat ze daardoor ook zo sterk waren samen. Wim Kan neemt samen met Corrie Vonk afscheid van zijn vader. Het paar vertrekt voor een tournee van 100 dagen met het succesvolle ABC-cabaret naar Nederlands-Indië. Maar die 100 dagen worden er meer dan 2000. In Europa was de oorlog uitgebroken. En dus moest het paar langer in Batavia blijven. Maar ook daar ontkwamen Wim Kan en Corrie Vonk niet aan het geweld. Het Nederlandse leger is niet opgewassen tegen de Japanse overmacht. Zowel burgers als militairen worden vastgezet in aparte mannen- en vrouwenkampen. Ook Wim Kan, inmiddels soldaat Kan, verdwijnt voor jaren achter het prikkeldraad. Er leven niet veel mensen meer die het hebben meegemaakt. De vijand heeft er ongeveer 1/3 afgemaakt. Die slapen in een jute zak. De Burma-hemel is hun dak. De kampen zijn verlaten. Leeg de cellen. Er leven niet veel mensen meer die het kunnen navertellen. Wat aan die spoorlijn is gebeurd, weten de doden alleen. Daar, onder elke dwarsligger, ligt wel geteld er één. En dat was voor hem onverdraaglijk. Hij heeft 2,5 jaar of zo zijn vrouw, wist hij niet of ze nog van elkaar, of ze nog leefden of dood waren. Corrie in Indonesië, in het Jappenkamp. Hij Birma. En dat, ja, ik vond trouwens nog, ik vind dat Hirohito-lied een magistraal lied. Vind ik geweldig. Er leven niet veel mensen meer die het kunnen navertellen. Hij heeft nooit aan de spoorlijn gewerkt. Nee? Nee. De officieren, hè, zij zijn redder geweest. De Nederlandse officieren, die werkt ook niet aan de spoorlijn. Het waren alleen de minder dan officieren. En ze hebben een zekere bescherming geboden om ze teksten te maken, hè? En s'avonds als het mogelijk was om een beetje leuk te doen voor de mensen, ontspanning te geven. Het is een beetje makkelijk om te zeggen van hij heeft zich eraan onttrokken. Ik geloof dat niet. Het was zijn kracht om op die manier die mensen het leven een beetje draaglijk te maken in al die vreselijke omstandigheden waaronder ze daar moesten werken. En hij heeft dat gekozen en daar kan je hem niet op aanvallen. Integendeel, daar moet je hem denken voor prijzen. Want aan die railroad, als hij inderdaad ook dat werk had moeten doen, had hij het geen 3 weken volgehouden. Want het was natuurlijk geen mannetjesputter. Zag Wim Kan er ook ongezond uit misschien? Ja, want hij had natuurlijk vreselijk heimwee, hè. Hij verlangde vreselijk naar Corrie Vonk. Het was een echte Amsterdamse uit, ja, ik weet niet of het de achterbuurten waren, maar ze was een enige mens en ze was zo brutaal en ze deelde alles met die Jappen. Dat was, ik had iedere keer zeggen, als ik daarachter stond, dacht ik, oh god, als het maar goed gaat, hè. Maar ze vonden er allemaal prachtig en het was een klein opdommertje, donker vrouwtje. En ze deed ook nog de vieze was en ze was heel sociaal. Ik kan niet anders zeggen, heel sociaal.
toen ik achter haar stond bij die passage met die Jap, toen zei ik, wat heb je godsnaam allemaal voor papieren bij je? En toen zei ze, dat zijn alleen maar wat Wim heeft gemaakt. Alles wat hij heeft verzonnen, alle toneelstukken, alle... alleen alles van Wim. Ze had niets van zichzelf, zelfs geen verschoning van zichzelf. Ze had alleen dingen van Wim bij zich. Ze was helemaal Wim. Dat ze hem gepakt hebben en vastgezet hebben, dat heeft ze nooit vergeten. En voor mij was het iets logisch, want ik was dienstplicht als soldaat. Klaar. Dat hoorde bij het spel. Maar hem hebben ze gescheiden van Corrie. Ja, maar mij hebben ze gescheiden van mijn schattige vrouw. Met haar moeder en met mijn schoonzus en noem op. Dan kan ik ook wel gaan zitten huilen en zo, dat soort dingen. Maar dat trok hem heel sterk aan. En Corrie was natuurlijk als volksmeisje, want Corrie is van zeer eenvoudige afkomst, was er een geweldige steun voor hem. Zij was de sterke vrouw. Ik wist dat ik doodging. En ik wist dat ik Corrie en mijn moeder nooit meer terug zou zien. Tenzij er een hemel zou bestaan. Ik ben ongeveer 8 doden gestorven. Dit was geen nachtmerrie, maar volkomen werkelijk. De werkelijkheid ten slotte dat ik de wanden van mijn doodskist kon aanraken. Ze kwamen me halen om me af te leggen. En ik hoorde zeggen, afgelopen. Dit is het Birma-dagboek van Wim Kan, dat hij bijhield van 1942 tot 1945 in het kamp. Maar er ontbreken een paar maanden aan het eind van de oorlog. Volgens de inleiding van dit boek zijn ze zoek geraakt. Maar via een relatie van Wim Kan hebben we ze toch boven water weten te krijgen. Het ontbrekende deel is dit. In Priegels schrift lees je het verhaal van een doodzieke en doodsbange man. Die zijn eigen sterfbed beschrijft. En misschien daarom wel vindt later dat het niet voor publicatie geschikt is. Ik zag veel mensen op mijn begrafenis. En ik hoorde de aarde op mij vallen. 1, 2, 3 schoppen aarde. Van mijn moeder kon ik nog even afscheid nemen. Ik omhelsde haar. Corrie zag ik nooit meer terug. Dat was de nacht van 5 op 6 maart. De ergste van mijn leven. Mevrouw Corrie Kan Vonk, Chikini Hospital, Batavia, ex-prisoner of war mail. Ja, dit is dus de eerste brief van Wim Kan aan Corrie Vonk na de oorlog. Heb je dit wel eens gezien? Nee. 1 oktober 45. Allerliefste Olle. Zo noemde hij Corrie. Ja. Ik zit op het ogenblik helemaal alleen aan de grote leestafel. Af en toe ben ik wel eens een klein beetje dronken van geluk dat Olle leeft en van me houdt. En dat we elkaar voor het eind van het jaar wel zullen terugzien. Weet je wat hier staat? Weet je dat ik soms zo'n spijt heb gehad dat ik je voorstelde op 8 maart 1942, om samen een eind aan ons leven te maken. Ik vind het leven nu weer zo heerlijk. Nu Olle leeft en werkt. Ja. En toen was er dus even kennelijk het plan om er een eind aan te maken. Kennelijk wel, ja. Corrie van Wim Kan, dit is Thailand Hotel Bangkok, 8 november 1945. Ja. Mijn liefste, ik heb je daarnet weer voor het eerst ontmoet. Ja, wat ben je klein. Hoe kan je ook zo'n grote plaats in mijn ziel bezitten? Dank, mijn liefste. Ach, die dag. Verscheen Wim Kan. Dit is het. Het draaibare huisje van Wim Kan. Of wat er van over is. Het stond in Kudelstaart aan het water en hij kon het meedraaien met de zon.
En in dit huisje zat hij na de oorlog zijn teksten te schrijven. Voor de radio, voor het ABC-cabaret. In dit huisje ontbrak naar zijn eigen idee veel te vaak de inspiratie. Hij zat hier dus te lijden. Maar vanuit hier begon toch ook zijn zegentocht. Hij veroverde Nederland als cabaretier. Dag koningin, dag dag ministers, dag sprankelend volk van Nederland. Hebt gij de vreugde in uw harten en het feestprogramma in de hand? Bij een voorstelling van Wim Kan was er in het theater een heel andere sfeer. Van voor naar achter, de obers waren vriendelijker, de garderobes, ook freuzes hadden het haar gekapt enzovoort. De hele sfeer die Wim Kan als het ware binnenbracht, die heerste in dat hele theater. Het was altijd uitverkocht. In de allereerste plaats zou ik het Nederlandse publiek willen bedanken, die mij al deze 25 jaren het optreden heeft mogelijk gemaakt. Een uitverkochte zaal was voor hem vanzelfsprekend. Als er twee stoelen op de eerste rij vrij waren, niet bezet, dan vroeg hij in de pauze, wat is daarmee aan de hand? Ook in dit 25e programma hebben Wim Kan en Corrie Vonk weer plaats ingeruimd voor de jongeren, die behalve over talent over een weldadig enthousiasme beschikken. Wat zijn uw herinneringen aan die tijd? Nou ja, een beetje feodaal. Maar dat kwam waarschijnlijk vooral omdat ik me natuurlijk toch... Ik had een kleine carrière, als je dan het woord mag gebruiken, als danseres achter de rug. En ik had daar moeite mee. Maar ik paste me wel aan. Maar het was, in elk opzicht was er een soort toezicht. Was het echt een kleuterklasje? Ja, dat was het, ja. Smieren was een doodzonde. Als je moest lachen op toneel, dat werd je ontslagen, bij wijze van spreken. Ik ben ook één keer bijna ontslagen. En na de pauze weer aangenomen. Omdat we heel erg moesten lachen. God, ze hebben me zelfs nog eens willen koppelen aan een familielid of een vriend. Want ze vonden dat tijd werd. En ze vonden het ook wel veilig als die meisjes dus vrienden hadden, als dat allemaal geregeld was. Ja, ik ontzettend kwaad zijn. Ontzettend en beledigd en kwaad, ja. Dan liep hij dus echt de GVD'en op het toneel. En dat, ik weet nog dat de mensen die daar omheen liepen, daar echt fysiek bijna gebukt onder gingen. Dat de grote Kan dus zo tekeer kon gaan. Volkskrant slecht. Slecht geslapen, tobben over oud worden. Zou liever niet leven dan wel. Praktisch geen contact met de mensen, vindt ze allemaal vervelend. Ik ben direct van de kaart als iemand zegt of schrijft dat hij het niet goed vond. Ik wou dat ik dat eens kwijt kon raken. Het waren eilandbewoners. Waren ze altijd bij elkaar, klopt dat? Dat hoor je. Altijd, Siamese tweelingen. En er kwam ook nooit iemand over de vloer. Ik bedoel, hoe moeilijk was het niet om in die bunker daar te geraken in Kudelstaart. Daar kwam nooit iemand. Een merkwaardig koppel, ook een kinderloos koppel. Ja. Hadden ze wel kinderen gewild, denk je? Ik denk het wel, ja, absoluut. Ja. Dat kun je afleiden uit de enorme aandacht die er voor neven en nichten was. En zelfs ook voor achterneven en achternichten. Hier is een oude brief die wij opgedoken hebben. Uit 1940, geschreven door Corrie Vonk. Uit Indië. En daar staat, Dien, als je nou naar een dokter wil, weet je toen een keer dat ik een kleine Wim zou ontvangen? Toen mocht mijn kind maar niet zwaarder worden dan 4 pond. Ja. Ja, anders was het niet goed voor mij en voor het kind. Ja. Dat blijkt dus uit dat Corrie Vonk waarschijnlijk ooit zwanger is geweest van Wim Kan. Ja, dat Top. Zou kunnen. Ik vermoed het wel.
Hier moeten ze liggen, op de bodem van de Westeinderplas, de verzetsmedailles van Wim Kan en Corrie Vonk. Die hebben ze hier in het water gesmeten, omdat ze boos zijn over de officiële ontvangst van de Japanse keizer in Nederland in 1971. Zelfs Juliana, de koningin, ontvangt de keizer. Wim Kan is woedend en hij verandert van nationaal conferencier in actievoerder. En roept zelfs de hulp in van een op dat moment bekende televisiejournalist. Toen heb ik gezegd, nou, het lijkt mij niet dat u onmiddellijk de politiek daarvoor geïnteresseerd krijgt. Maar als u het wilt, dan moet u dus gaan schrijven. En u kan de koningin schrijven en u kunt een brief aan de minister-president schrijven. Dat zijn allerlei mogelijkheden die u heeft. Hij was ontzettend boos op de keizer. Omdat hij toch de oorzaak was geweest van die scheiding van Corrie. Toen begon hij dus steeds vaker mij te bellen om advies te vragen over allerlei dingen die bij hem opkwamen. Als spelende was hij er nog mee bezig. En dan belde hij mij iedere nacht op, om 1:30, 2:00. Iedere nacht? Ja, iedere nacht. En ik kreeg hem vaak huilend aan de telefoon. Soms kreeg ik Corrie aan de telefoon. Die zei, Wimmy is weer helemaal van slag en praat nou even met hem. Probeer hem een beetje te bedaren, want het gaat niet goed. Hij had echt voor die auto gesproken, daar was hij van overtuigd. Zo ver ging hij. Hij zei, ik ga op het moment dat die keizer bij het paleis naar binnen gaat, dan sta ik daar en dan loop ik op die keizer toe. En er is geen agent in Den Haag die Wim Kan tegenhoudt. En toen heb ik gezegd, dat zal best waar wezen, maar de geheime dienst van Japan, die houdt u tegen. U wordt neergeslagen, u gaat in de auto en het is gebeurd en het is een geweldig schandaal en uw carrière loopt groot gevaar. Daar schrok hij van, daar had hij zelf nog nooit aan gedacht. Ja, want ik heb hier nog een bandje van Wim Kan, van een telefoongesprek die ik heb opgenomen in de tijd. Dat dateert uit 1971. Ja. En daar staat het allemaal op. Dus je hebt de telefoongesprekken die jij met hem voerde opgenomen? 'S Nachts, ja. Ik heb u gewoon verteld van het Rijksmuseum. Dat u daar een plan had om... Ja, daar had ik een plan. Ja. Dan had ik dus volgende willen doen. Als ik de gelegenheid krijg, lopen Corrie en ik gewoon op hem toe, op de keizer toe. Zorg dat ik een meter van hem afblijf. Ja. Gewoon in 1 minuut zeggen dat er een kleine groep is die hier niet aan het woord is gekomen. Bij wie die zeer onwelkom is, omdat hij de afgezant is van het onvergetelijke verleden. En dat is me dus van zeer bevriende zijde, want ik heb nog meer vrienden dan u. Nee toch? Dus jij doet dat nooit. Maar regelrechter wel. Ja, regelrechter wel. Wij hebben niet gedaan. Nee. Toen heb ik bedacht dat de dagboek, het handgeschreven dagboek van Wim Kan, dat dat naar Japan zou moeten. En dat hij dat zou moeten aanbieden aan de journalisten die met die keizer meekwamen. Er zijn ook televisiebeelden, hè, van die persconferentie. Ja, ja, zeker. Ja, ja, waar Corrie nog roept van, kalm, 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 kalm. Want hij zat zich zo enorm op te winden. Dan kan je dus zien hoe geëmotioneerd die man was. Alleen, het is alleen gekomen, enkel alleen door die schandalige stommiteit van onze regering die daar gewoon zegt, ja, je bent welkom. Hij was zo kwaad. Dus hij had een lintje. En toen heeft hij die ridder uit de laag gehaald, is de steiger opgelopen en heeft het zo in de Westeinderplas gesmeten. Ik ging altijd heel trots naar de Schouwburg met die Oost-Azië verzetster. Dat vond ik prachtig. En toen kwam Hirohito op bezoek en toen bleek het allemaal, toen wordt het waardeloos natuurlijk. Dan hoef je dat hele ding niet meer te hebben. Toen heb ik hem weer in de Westeinder gegooid. En nu was zo gek, kan verbeelding zijn, maar nu was ik zondag aan het schaatsen. Is het doosje met de onderscheidingen uit het archief. Aha. Die geacht worden op de bodem van de Westeinderplassen. Nou, die zitten erbij. Ja. Daar heb je er dit. Oké, dus dit zijn de verzetsonderscheidingen die ze allebei gekregen hebben. Ja. Ja. En die zouden dus op de bodem van de Westeinderplas liggen? Nee, dus. Niet dus? Nee. Die zijn gewoon normaal ingenomen. Ja. Zou je nou kunnen zeggen dat hij zijn eigen invloed zwaar overschat heeft? Ja. Volledig. Hij dacht als cabaretier op handen gedragen, het was het toppunt van zijn roem. Hij dacht, dit moet ik mij kunnen veroorloven. Maar op het moment dat je werkelijk met een boodschap komt naar het Nederlandse publiek, of voor welk publiek dan ook, dan laten ze je vallen. Dan hebben ze geen boodschap aan. Ze willen om je lachen als je komiek bent. Wim Kan die wilde eigenlijk helemaal niet bij de televisie.
Nee, dat was het grote probleem, want hij was eigenlijk een beetje ijdel. Dus hij vond dat hij een oude kop had en dat hij te veel onderkinnen had. En valt daar nou niets aan te doen, meneer Knapper en zo. En toen heb ik geroepen, meneer Kan, deze mooie oude hondenkop, kunt u het Nederlands publiek niet onthouden? Ik zou willen zeggen, als publiek heb ik me goed geamuseerd. Als politicus heb ik me aan enkele dingen wel even, Dat was in 1973, dat was de eerste. Waren jullie verbaasd over het succes? Ik denk het wel, ja, want het was de hoogste kijkdichtheid en de hoogste waardering ooit. Boven alle voetbalwedstrijden uit. En dat op oudejaarsavond, een absoluut fenomeen. Ik bedoel, ook internationaal gezien, waar gebeurt dat? Dat één man 40, 50 minuten lang een hele bevolking in zijn greep houdt op oudejaarsavond. En ik zeg wel eens, als wij mannen, over alles wat wij van plan zijn te gaan doen, zo lang zouden we nadenken als vannacht, had je helemaal geen abortuskliniek meer nodig. Wat ik me het beste herinner, dat was de manier waarop hij heeft geprobeerd om Van Acht onderuit te krijgen, die toen bezig was te proberen de abortuskliniek van Bloemenhoven te laten sluiten. En daar wond hij zich erg over op. Het is een Hamlet-figuur, een twijfelaar, en daar hou ik van. Ik hou niet van die zekere figuren. Het is een twijfelaar. Hij twijfelt altijd tussen aftreden, optreden of langzaam afdrijven. Kijk, hier is... heeft hij een horoscoop aangevraagd bij... Ja. Jack Mierenmet, astroloog. Toegepaste psychologie. Kijk, hier, waarin u voor de zoveelste maal de vraag stelt hoe het met u gaat en vooral hoe het u gaan zal. Oh, ja, het hoort bij die onzekerheid, maar ik ben er wel stom verbaasd over. Ja, kennelijk vond hij het toch heel belangrijk. Vreemd soort leven. Klaarwakker. Meteen tobben. Eerst altijd over Ol, die 10 jaar ouder wel eens ziek zou kunnen worden en ineens dood zou kunnen gaan. Als ze geeuwt, denk ik, wat is het telefoonnummer van dokter Bon? Als ze niet beweegt, ze zal toch niet dood zijn. Als ze wel beweegt, ze is wakker. Wat zou er kunnen zijn? Ze waren ongelooflijk samen. Het was echt hem voor haar en haar voor hem. Ze waren altijd bij elkaar? Ja, altijd bij elkaar. Wat heel raar was als kind om zo'n model te zien. Want ze waren net als een jong verloofd. Terwijl het was 40, 50 jaar getrouwd. Ze hadden natuurlijk ook samen veel leuke dingen.